In een loods op het oefenterrein van de politie hondengeleiders aan de Riekerweg in Amsterdam zijn verschillende honden in quarantaine geplaatst omdat ze mogelijk met hondsdolheid besmet zijn. Sommige waren overigens alleen maar door de politie opgepikt omdat ze losliepen. Want de eerste maatregel die men in Amsterdam had genomen was de verplichting om honden, klein of groot, aan de lijn te houden. Toen de situatie ernstiger werd, bepaalden de gezondheidsautoriteiten dat alle honden in de hoofdstad een muilkorf moesten dragen, waarna er een run op de dierenwinkels ontstond. Maar al spoedig bleek dat de voorgeschreven ijzeren muilkorven nauwelijks te krijgen waren, zodat men moest besluiten ook leren muilkorven toe te staan. Het gevolg daarvan was dat een lederwarenfabriek in Vianen zich geheel op de productie hiervan instelde. Men maakt in deze fabriek op het ogenblik zo'n 6000 stuks per dag in 3 verschillende maten, waarbij men rekening houdt met de mogelijkheid dat ook andere gemeenten van ons land het dragen van een muilkorf voor honden verplicht zullen moeten stellen. De hondsdolheid, die inmiddels in Amsterdam 2 slachtoffers heeft geëist, vraagt om strenge maatregelen. En het blijkt gelukkig dat de hondenbezitters van de noodzaak daarvan overtuigd zijn. Maar de dieren zelf hebben het in deze dagen heel moeilijk.